dat de overheid graag gebruik maakt van de digitale snelweg om haar informatie aan de burgers over te brengen, dat is begrijpelijk. Verslagen van de gemeenteraad, de redenen van de aanschaf van nieuw brandweermateriaal, dat moeten mensen toch weten. Het lijkt erop alsof dat die informatie nou niet de informatie is waar mensen het eerst op zitten te wachten. Burgers hebben vragen, ze willen vergunningen, noem maar op, daar willen ze een antwoord op. Bij het verkeer tussen de overheid en de burgers moet de vraag van de burgers leidend zijn. Het gaat er niet om wat de overheid graag uit wil dragen. De overheid als zodanig heeft geen eigen belang. Het belang van de overheid dat is om de burgers te dienen. Als we ons dat ter harte nemen, dan betekent dat dat de overheid moet weten aan welke informatie het meeste behoefte is. En daar moeten dan de digitale informatiekanalen op ingericht worden. Dat is het idee achter toptaken. Cascades, de organisatie van deze bijeenkomst, heeft dit samen met mijn ministerie ontwikkeld. Toptaak is een methode om uit te vinden aan welke informatie de meeste behoefte bestaat. Het wijst vervolgens de weg naar hoe de informatiekanalen dan moeten worden ingericht. En het stelt ook eisen aan de begrijpelijkheid en aan de dienstverlening. Dus ook aan de back-office en aan de organisatorische aanpassingen. Van aanbod naar vraag gestuurd communiceren. Dat gaat niet met het afkondigen van een maatregel of met de mond beleiden van een principe. Het blijft wel haast vanzelf gaan dat je met alle goede bedoelingen je eigen verhaal kwijt wil. De andere nieuwe benadering vraagt dus een omkeer in het denken. Gelukkig gebeurt dat al. Cascades heeft in samenwerking met mijn ministerie al veel mensen en instanties bereikt. Die toptakenbenadering slaat aan. En mocht u als deelnemer aan deze conferentie u soms alleen voelen of onbegrepen, dan kunt u deze bijeenkomst, uw kennis en uw relatie en uw ervaringen met elkaar delen. Ik zei het al, het slaat aan. De kleinere, meer op de burger toegespitste gemeenschappelijke websites, die zie je steeds vaker. Een extra voordeel is natuurlijk dat een toptakensite lagere beheerskosten betekent. Maar goed, daar gaat het nou niet echt om. De belangrijkste meerwaarde is de nieuwe kijk op de digitale dienstverlening binnen de gemeente. Ik zie ook dat de toptakenbenadering verschillende doelstellingen van de regering dient. Omdat burgers sneller en beter informatie kunnen vinden, vermindert de gevoelde zwaarte en onbegrijpelijkheid van allerlei regels. Het zal ook duidelijk maken dat sommige regels misschien wel overbodig zijn. Er is ook veel te winnen op het gebied van de open overheid. We willen dat in principe alle overheidsinformatie vindbaar is, toegankelijk is en begrijpelijk is. En dat bevredigt niet alleen de nieuwsgierigheid. Het zal ook de economie bevorderen en het vertrouwen in de overheid verbeteren. Een ander punt waarvoor de toptakenbenadering belangrijk is, is dat we in 2017 alle overheid en overheidsdiensten digitaal toegankelijk willen hebben. Vergunningen, informatie, aanvraag, alles. Mocht u hier vandaag zijn gekomen uit nieuwsgierigheid en bent u misschien toch een beetje sceptisch, dan is het verstandig niet alleen naar de theorie te kijken, maar vooral te spreken met hen die al een grote stap hebben gezet. Geen betere informatie dan een gesprek met hen die de praktijk kennen. En mocht u al een doorgewinterde expert zijn, deel uw kennis. Ik wens u allen een hele mooie, succesvolle, interessante dag.